geslagen. Er werd geweldig groot voor een applaus, dames en heren. Zeker op de plaats voor zo'n mooie burn-out. Waar hier de rubber in de lucht kwinkt. Waar de roodwolken bij de bus nog niet opgetrokken zijn. En waar het spektakel van geweldig is. Met Harry Slager hier. Met zijn snelle urologische smeren machine. De man onder zijn schoenen had. Dat is wel een hele dikke man op deze pro-stopmachine. Een pro-stopmotorfiets. Moet dat brandstof benzine gebruiken en moet er aan de buitenkant standaard 80 uitzien. Toen moet je inderdaad helemaal standaard zijn, tegenwoordig moet je alleen maar standaard 80 uitzien. En dit is natuurlijk een heel verschil. En dat was even rennen van hier in de breur van de klasse. USB, superstof en brandstof. Snel naar de start, daar gaat Harry Slager naar de start. Met de grote Ilde mag geen uitlaat. Peter Koer, Rensport, Tijnlijk. Met een wat snelle traction compound bij de achterband, zodat de band helemaal kleverig wordt. En het vermogen zinken wat kwijt kan. En Joachim Kurovski. Met de wheeliebar waar er geen verfje op zit. En die zet de stuur ook lekker door. En het is een zeuze komma. Zeuze 3, zeuze 2, 7, 3, 7, 2. Joachim Kurovski. Dat is de klasse Broodstok. Dat hebben we wel op Rijmond op. Rijmond, de razendsnel Rijmond. Afgelopen 20 avond op het vliegveld Eindhoven. Die paard is de ketting slingeren. Heel erg vlottig was dat. Rijmond met heel veel gehalte verloren. Maar de tijd 6,5. Hele mooie broodstofmachine, Mike Beaumont. Hij is ook de houder van het baanrecord. Kijk wat ik vervuil moet, er staat op 5,5 seconden. Dat is dan nog even wat andere van Rijmond. De Brock GC Engineering, dit is nog wel John Christ Engineering. Brock Owens en hele zware. En de snelle Mike Beaumont. Mike heeft even een heel breed rubber spoor neer. Zo'n productmachine mag sinds dit jaar voorzien zijn van een ontzettend dikke achterband. En is dat wel nodig om de volle, wat is het, 180, 190 pk uit deze machine gestoken mond te zo'n los te laten. Dat gaat dus even mis. En het wordt iets van een. En deze man heeft niet onze boekje staan, dus een pro stopper, dat staat er 51. Primo uit Den Haag. Geholpen door René Zijn. Een beetje voorzichtig op. Het wordt niet van 8 seconden afgelopen. Albert is hier uit. En dan is het hier uit. Henk Willemsen, een nieuwe man. Hij is deze man. Hij is heel snel die kant op, ja, de goede tijd van de tijd. Jan manoeuvreert naar de tijdstelling, daar is de tijd. Jan
daar smeerolie hebben we weer te werken op die V-twinzuiver, die startwinzuiver, die op de Veluwe worden gemaakt, die op de goede wijze heen en weer te krijgen. Een sticker van Tim Twinder op het rode blad van zoveel aandacht betekent. En voor de nummer 16, Herman Joling. Adeptie Remmers van die coureur van de autoklasse, production cars, modified cars en competition autocars aantreden. Dat is gaan prepareren. Dus ik kan ook best bij een startpark. Goedendag. Heel mooi recht weg in een goede tijd van bevordering. Wordt alleen geladen. Ja, wacht van het voorfuntie. Ja, van met een 3-liter over lachgasinjectie. Ja, ook hier is lachgas in. Daarmee is de deze programma op je verloopt de verbranding wat meer optimaal. Maar de diep, het mag al niet wel. En daar gaat Jan Afman, Jan met zijn 3-liter te doen. De 3-liter water te doen, met de hand van het voorfuntie. En Jan, sneller van boord. En 140 kilometer per uur voor Jan Afman. Jan Afman dus 140 km uur en 7,8. En dan gaan we naar de klasse 3 liter. Waar Marné Steenhuizen is. Marné ook met zijn hele mooie Suzuki. En Suzuki Bunny Bike. Gesmeerd met Euro Oil. Zullen we nog een vertreffelijk smeermiddel. En voor Marné Veenhuizen, Marné uit de Wilps. Die sinds kort zelf een gebroken slijterdijk heeft. In de hier in het noorden dus. Maar nee, in deze klasse staat een baanrecord van 5,2 seconden. Dat was een beetje duur. Even erop worden, dat wel. Maar voor Marnee nog niet de echte aan het einde. Van Hanke motoren. Trek bij de auto. Ben ik zelf natuurlijk. Help op je manier. Het Houdenwijk van Kogromen en de Vereen Marmo uit Opende. Alle sponsors van Benny Hartman. En Benny heeft hier een baan doorstaan in een tijd van 5,216 km per uur. Benny, die een groot internationaal succes heeft geboekt, die met nummer 7. Direct weestijd, 50 euro serie van vorig jaar. En ja, net iets minder moet doen. Benny Hartman in alle rust met zijn imposante Suzuki aan de streep. Imposante machine, die ziet zijn baanrecord van vorig jaar van 5,2 hier toch tot nood in staat moet worden gehaald. Dan gaat hij in alle rust. De versnelling wacht in de juiste positie. Terwijl de volgende man alweer opgesteld en opstart hier. En we vragen onze klasse autocoureurs om zich in gereedheid te brengen op de start. Benny Hartman, een van onze razendsnelle mannen hier, verzet. De machine loopt heel rustig. Op de lachgas op. Veranderde breuk, daar wordt bij een automatisch schakeling. En Benny in 228 km per uur. Ja, ik denk bij de start even iets mis, maar je zet er wel veranderd door. 228 km per uur. 228 km per uur. Mogelijk 28 km per uur. Ja, ongelooflijk snel, zegt die Benny Hartman. 228 en daarmee zie je op deze mooie baan in de Wengelo. Met de zon in de rug, kijk, die gaat wat extra stuwing natuurlijk. Dat kan niet missen voor die snelle Benny Hartman.
met zijn Loepas en Jan Roers van Tjubak, die ze van houten zijn strikwerf en helm op zijn peper te bieden en zijn drukrijf Marwo gesponsord met snelle Eurolui Suzuki direct-race-machine. Eurolui en Rob Jansen Racing Reserve van hoofdsponsor bij Benny Hartman. Razendsnel met 2,228 kilometer en een tijd 5,7 maanden. Zeer zeker zijn. En dan zal rond op de Pink Panther Festo Kabanaki met de Jan Smit Powerpaper en de Penzal is meer een machine. De Festo de cilinder geschakeld is. Kabanaki zal die kans zien op die 5,7 meteen te gaan pakken en te gaan doorbreken. Het moet erin zitten. Voor Rondloop. En het is exact hetzelfde als voor Benny Hart van daarnet. Ook even bij de start. Heel even missen, iets te veel brandstof in bij het lange stationaire draaien. Denk ik, en even leek het erop alsof Rond doorging. Maar Ron zet hem even stil. Hij mag dan direct overstappen. Ja, direct. Waar hij de machine weer schoon heeft. Maar als hij dit met een nitro-machine doet, dan moet er echt hier geen bougies uit. Dan moet je hem eerst even schoonblazen. Dan kun je het zomaar even doorstappen. Die gaat natuurlijk niet echt dicht. Want er wordt best wel kracht gezet. In die servante dingen van Marion. Die Pink Panther maatjes die spannen zich op het asfalt. Maar gelukkig voldoende grip heeft zodat Marion niet niet strak gaat. En daar is het scoortje van de zonnebril is in de kleuren van de Pink Panther team gekleurd. Dat is even het doordenken van wat de kleuren van het Pink Panther team betreft. Pink Panther trekt deze team. Alleen het bandje van de organisatie. Want de ding leek dat even een rol moeten zijn. Maar dat is het helaas geen. En dat is het enige wat zou doen. En de rol. Nee, niet echt. Maar dat kon je zelf ook horen. Dat had nog prachtige wel. En applaus, dames en heren, voor zo'n prachtige rolling burn-out. Ja, ik heb al gezegd, elk klapje wat hij nu met die handen levert, een dubbeltje voor de rijder als vergoeding voor het optreden van de banden, om zo te grijpen dat je met zo'n rolling burn-out en met zo'n gelijke spektakel niet kunt blijven rijden. Dus dan moet er echt heel vaak een nieuwe band op. En dat komt blijven op heel en heel hard. De man met nummer 1D9, Roel Goedam. Hier met een zeer interessante machine aan de gang. Roel Goedam, dubbele Puma. Twee wedstrijd Puma's. Dick Visser, Dick de man met de snelle Pontiac. De mooie rode Pontiac met die opgebouwde sporen. Hij rijdt in één keer in de steekspositie. En de tijd hier wordt een hele mooie 7,7. 7,896. 7,896. Veel voor een standaardauto naar 200 meter. Kunnen we dus niet aannemen voor het juiste eindtijd voor Ed van Riesen. Wel de 9,315. Dan is het de Roel Snel, dat is de mooie Shelby Cobra. De Shelby Cobra, de unieke auto waarvan er slechts 14 zijn gebouwd. En er van zeer sporadisch in Europa is. En dit is er een van. En de eindtijd van Roel Snel. 174, en dat is echt een beetje te veel. Dat kan beslist niet. Gerard Voorhand. Gerard met zijn voorhand USA Autobahn voor Tuning Revisie en Speciality. Voor Mallory Dale, Ford Motorsport, tegen de NWS Nijmers, Rockside, Tilton, Grover, Honeycamp, Silver Abbott, TCI, Grover, Rocker Arms, Morozo David. En in deze Mustang, die Mustang die 1700 kilo weegt, kijk even wat een dikke profielbanden erop zitten. I feel the need for speed, staat achterop en rekent dat hij hard gaat. En al onze andere mannen van de autoklassen ook aantreden in het stapvak. Dan is daar Speedy en dan hebben we een keer over de klasse Modified, start nummer 35, Hans Mulder. Hans Mulder uit Den Haag met zijn open Speedy Cadet. En u ziet ook dat er in die cadet echt even iets meer zit dan een cadetje. Zelfs meer dan een cadet GTI. Een hele dikke achtcilinder aan de eerste kant bij het grote voorstand wordt komt zo'n dikke pijp naar buiten. En auto service dik. Is de man die mede verantwoordelijk is voor het snellere werk. De veiligheid van de remschut wordt ook losgemaakt.
Hans Mulder, met een hele dikke. Een 430 cubic inch, oftewel een 5,7 liter machine. De redshoot achter is ontgrendeld. Kadet staat er mooi achter op de kofferdeksel. En die hoort ook aan het geweld dat Hans Mulder hier duidelijk even iets meer in is dan een kadetje. In deze klasse. De 4e jacht voor Hans Mulder. De helper is er even bij. De Kendalonie smeert hier en we zagen Hans Mulder de schuim mooi uitgooien. Een volle seconde sneller dan Hans Mulder. En de eindrijd hier ook kunnen we dus niet volgen. En met een hele goede spektakel. Lekker rijden met de zinnetjes, ik ga rijden langs. Het wordt een
Prachtige rolling burn-out van Rijmelbos. En die zult elkaar een dik applaus zeker op de plaats. Voor Rijmelbos. Rijmel die de vorige race aflegde in 6,2 seconden. En daarmee toen de snelste man was. En nu is het de 5 achterstrop van Kinnegan. De snelste tijd. Daar gaat de traction compound. Uit de flesje Dubro. Vlak staat op het flesje van Dubro. En de Rijmelbos heeft zijn achterwand nu dadelijk in de plak gezet. Rijmelbos die het vorige weekend nog in het puntje van de tenen was. Dat was de burn-out van Harry Slager en we hadden een tijd van 7,422 en 155 km per uur. 155 dus voor Harry Slager. Slager met achterhand in de traction compound. Straks die 6,4 seconden het maken en nu weet dat Rob van Ginneken een 5,8 heeft gerealiseerd. Terwijl Mike Bowman het baanrecord op 5,5 seconden heeft staan. Mike Bowman, de man met 5,5 seconden en 198. En Mike Bowman, de man met zijn Tromstoel Scootro 9. Met de DC Engineering, John Cliff Engineering machine. En help me zal ik in het verband zitten. En Mike Bowman met zijn prachtige witte roodafgebied overal. Staat op de snelle machine klaar. Dat wordt echt snel. Dat wordt echt snel. 5884, 5.884. Daarop begin ik in 5.80. En een eindsnelheid. Ja, een hele hoge eindsnelheid. Van 178 km per uur. 178 voor Mike Bowman. 178 km per uur. En dit is het Leeuwhof. De Diamond stikken er zo mooi overal. Leeuwhof snel weg. Er wordt ook een keurige rit. Ja, de snelste tot nu toe. 5,7. En de Van met zijn voorpunt Suzuki en de meneer Mensman in de meter 161 km/u.
Herman is daar echt even iets kwijt. Jammer en teleurstelling. De horloge smeren machine af. Marten is een huisje. Maar ik moet horen. Ik heb een oude motor uit Maren. Op de pakket van Maren is een huisje zitten. Ik ga Hermon Joling achter het plastic. Ja, achter het plastic van plastic fabrikant Diepak uit de loop in kijken wat er aan de hand was met zijn auto uit staat in Ducati. Ik hoop niet dat een rijbaan zo goed is, of dat een rijbaan zo goed is.
En die wordt een knappe 8,77. Maar 775 en de eindrijd Shelby Cobra van onze vriend Roelsnel. Roelsnel en mevrouw Snel die staat de zaak te vullen. En voor de snelle Snel en de snelle Cobra was het 9-4 in zijn eerste rit. En nu wederom een 9-4, maar het is een snellere 9-4, dus nu een 9-4-4. En een 9-4-4-9. En hij schrijft van 176 die ook niet kan kloppen voor die auto's. Maar dan is het verschil zit in de hoogte van het een of het ander. Dick Visser heeft dan hier. Dick ook met een 6,6 gehouden. En deze Pontiac Firebird van de bouwjaar 1972. De eerste rit van Dick die was 7,8. Dat is een hele, hele snelle tijd. 7,8. Bijna even zelf. Met zijn Powerglide Transmission. Dat is een vechtwebezoning met lachgasinjectie. En een hele speciale carburateur van Predator. Dat hij daarmee heeft. Hij heeft 7,86. Opnieuw een 7,8. Erg constant dus. 7,8. En dat is heel dicht. En dat is sneller dan Gerard Voorhens tijd van 7,84 in zijn eerste. Hier staat Gerard Voorhens. Gerard, de man met startnummer 33, die lachgasinjectie heeft, die twee dominante carburateurs heeft op een oog van oud de tunnelren. Hij is Nederlands kampioen in diverse jaren, 86 en 89. Zijn beste tijd is 6,5 seconden in de 100 seconden van aan. Auto de bus van het bouwjaar 1967. Gerard voor het uit Gent. Aan de Betuwe. Ai, 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 ik ben met droefheid gestemd. Ik ben met droefheid gestemd, want hier staat Jan Volney naast me, meestal met onderdelen in de hand. Gerard Voorhens heeft een slechte tijd van 9,12. Gerard Voorhens 9,12. En daarmee is Gerard... Er zit aluminium slinterkoppen op. Bush Rob Ronnie. Geen bovenliggen nog aan de nemen. Gaat proberen deze route. Veel auto's op een snellere tijd dan die 8,5 seconden dan zijn eerste rit. Aan het einde van de dat lukt hem. Dat wordt een 8,44. 8,44. En nog een biertje bij 8444 en een eindsnelheid. 196 blijkt voor deze auto op het keer onderdeel. Voorwaar aannemen. En dan staat nummer 30. Dat is nummer 30 voor Eentje van den Berg. Dat is een touch. Dat is ook bij de bouwjaar 1971. Dat was een goed Amerikaans autojaar. Dat kan ik bedenken. Die zit in de diverse categorie rondrijden. 3,342 cubic inch machine erin. En Dick van den Berg. Deze is van een tikje rustig aan doen. Ik dacht dat hij nog een 7 kwam. Op nu 10,75. Dat is Hans Mulder met de startnummer 35. Voor Leen van den Berg. En straks 10,715. Is dat niet erg close? En dan is het dus nu Hans Mulder. Hans heeft een Chrysler motor van 7,5 liter ingebouwd in deze open gered. Dit is zelf gemaakt buitenvreem. Er zit een dikke achteras van een andere Amerikaan van Chrysler onder. Dat is ook van de Chrysler. Want kijk eens even, in de stuurrichting moet er wat gebeuren. Hans Mulder, dat loopt de boy uit Den Haag. Niet bang zoals het heet. De chute gaat uit. En Hans Mulder, en dat was dus de klasse modified, maar de andere klasse was het. Dat is Hans Mulder in Achterlem, een dikke man met startnummer 36. De auto die eigendom is van papa de Lange die daarvoor staat. Erik Bauer heeft mee geadviseerd. Met deze auto, waar ook een 5,7 liter Chevy in ligt, een 8. De Chevy zelf is van het bouwjaar 74 en de sponsors zijn Hamburg Haspels en Pennzoil. Bij deze Dick de Lange uit Osaan. Dick die daar straks met 7,5 seconden
dat moet meer dan een seconde achterleven achter Lexion en achter Frans de Boer. Frans die kan vertellen dat zijn auto zijn mooie Chevrolet Monza met 6,6 bijna stuk was. En Dick de Lange gaat proberen of hij die 7,5 van zijn eerste rit toch nog kan verwinnen. De mannen met Osa en... Ja, die weg is vragen wij de motorcoureurs. Hoi, dat gaat niet goed. De motorcoureurs van de klasse USB van Superstock en van Groot. En is het Auken gekomen, Auken met zijn nummer 6. Auken gekomen met zijn nummer 6. Auken 7,2 ging hij daar straks en het is een slechte tijd in aanmerking genomen, de 6,2 van Lexion. En Auken was er dus nog duidelijk niet allemaal wel aan boord. En Auken van Komen die moet zijn Fiatje Topolino, de Chevrolet, de 5,8 liter motor, met rollercams van Crower, met POS-injectie, NOS-injectie. Er zit wel een automatische versnellingsbak, maar met een koppeling en de mannen van Amker Speed Center. Die moeten maar ervoor zorgen dat de MXD Ignition precies op tijd bij al die 8 positions, bij al die 8 cilinders komt. Okay. Kijk eens, springend hoppend en boppen, maar dan ben je niet echt snel. Remshoot gaat uit en Auken laat de klok stoppen in 6,7. 6,7,1,0. Nog beter dan die 7,2. Kijk eens, wat een prachtige rolling burnout van Loretto Engels met zijn mooie Datsun. Een applaus, dames en heren, van u die daar in de rook staat, is hier zeker op zijn plaats. En als u weet waar de rook vandaan komt, dat eruit te geven, dan denk je gewoon dat het van de frietjesbakken van mooi parkeringsbedrijf Moby Dick is natuurlijk. We hadden dus een 6,710 voor Auken van Komen met een eindsnelheid van 176. Dat zou toch wel eens kunnen kloppen, die 176 die zijn nu voor Auken van Komen. En er is hier Loretto Engels. Loretto die met zijn hele diepe spoiler, maar dus garage van de Brugwet als meer een plaats heeft gevonden. Samen met Pennzoil, het smeeroliefabrikant, de Transformation van Loretto Engels. Een hele diepe spoiler. Moeilijk om op de juiste wijze bij de startlichten te komen. En Loretto Engels rijdt in de klasse Modified Cars, waar de klassesponsor Discotheek number 1 is. Die komt dus achter Auken van Komen aan. Auken die reed in de klasse Competition Albert, waar de klassesponsor Touring Cross Club de Wingelo is. Touring Cross Club de Wingelo met een viertal deelnemers hier, met Benny Hartman, Rolf Boer en Harry Slager, op Bertus Nieuwenhuis, zeker goed vertegenwoordigd. De snelste man, terwijl Loretto Engels een 8,279 draaide. Loretto 8,279 en een eindsnelheid die met 137 km per uur correct is. Maar als goed geweten wat correct dan wordt aanvaard, zien we dat dan Lexion is. Lex uit Zaandam vandaan. Waar hij met zijn Patriot auto, Europees kampioen van 1989 en Nederlands kampioen van 84, 85, 86, 88 en 89. Met een Chili Dinklok. De Dinklok betekent dat hij 440 cubic in LD opgebouwd. 7,2 liter. Twee grote dominante carburateurs. Lachende injectie opgebouwd. N2O nitrous oxide injectie. Tijd voor achterbeeld van 6,08 volt. En dan is er weer nog dichtbij met die 6,245. 6,245. Die Klaas in de tijd van de Superstock.
klasse super, maar de klasse stond dat het oranje tijd is. Kan Leo Hofstad terug gaan pakken? Leo die net de vorige race 7,3 pakte. Leo Hof, ook hij had even charmante assistentie. Ja, Leo met zijn Daimo Suzuki. Ook snel, maar een 195 km per uur. Ja, en Harry Slager, het lid van de motorclub Dwingelo, die was daar straks aan de start met 6,4. Dat scheelt dus een volle seconde met deze knappe tijden. Komt dus even niet aan de bak. Dan is daar Rob van Ginneke. Rob met zijn Daimo Chubaki, de Benzo gespierde Suzuki. Daar gezet op de startstreep. Rob van Ginneke met 5,8. Dat straks heel goed bij was. Ai. En had u die start terecht niet trouwens straks, terwijl ja, Rob dus in 8,0 seconden naar het einde rond. En dan stelt u zeker in de tweede kiep. Maar ja, dat is een soort van kiep. Prachtig is dat van altijd. Ja, wat is het? En het wordt een 5. Het wordt zeker een 5. Plastic uit de loop nog weer in een hele mooie afstand.
is het dus daar onze vriend Herman Joring. Herman Joring kan hier aan die meedraait al. Graag gezien de gast is, als u een demonstratie wil. Hij is er altijd mee, met zijn mooie blauwe dikke doek en zijn vriendin Metje. 90% op de sport en de drugrace te promoten. En de week wat betreft hotelrestaurant de Borken uit de Dringelo. De week van de klasse 1017 zijn nog niet verdeeld. Want Herman heeft een keurige 6,1 staan. En de met de snelste tijd. En die gaat proberen of het tijdje kan worden. Met een snelheid van 165 km per uur. En dan stappen we over van de klasse sponsors hotel restaurant de Borken van de Duitse Zee naar de 3 liter klasse. Waar klasse sponsor Dwingelpers BV is. Dwingelpers voor de 3 liter klasse, waar Marnie Beenhuizen, wanneer die straks 6-7 en toen een 7-2 draaide, zal gaan proberen of die 5,1 wat met die Hartman inderdaad een echte 5-1 is. Ja, ik denk dat Marnie met zijn Euro-oil-machine, zijn Euro-oil te smeren, Suzuki dat helemaal marken maken, die 5,1. Maar we zijn benieuwd. En met zijn mooie footbike. Toch maar even naar je. Wel opstapelen. Hij komt in de buurt. Het wordt een 5 meter machine. In het mooie blauw. Hij rijdt zich op de fout. Op de fout. Hoe goed dan? De man met nummer 9. Prachtige burn-out, handjes op elkaar, dames en heren. Geweldig applaus voor zo'n mooie burn-out. Wat een spektakel. Ongelooflijk mooi. Prachtig zoals je dat doet. Zoals je in één keer met veel verven. Dat kan losgooien. Je ziet de band opzetten. En gewoon naar je strak houden. En met een schitterende dag. Dat kan een beetje burn-out. Ja,
dat wordt iets van de 5,5. Dat wordt een 5. De concurrentie bij Benny Hartman. Maar ja, Benny is natuurlijk ook gesterkt door zo'n lunchpakketje van de Micromarkt. Dat hij duidelijk in de buurt gaat komen. Prachtig applaus, applaus, applaus. Wat een prachtig burn-out van Benny Hartman. Hebben jullie wat? Daar helemaal terug, zelf terugbenend. Daar komt Benny terug. Als je dit hier een beetje op de tandwiel brengt. En Benny Hartman gaat aan zijn derde rust bezig. Benny Hartman, Benny de man met een geweldig spoed op een kennis. Bak, ik heb een drinkwerder auto en een bolkje met een beetje fiets met een filmrij en drukkerij, maar wel uit op in dit. Allemaal sponsors van Benny, de verzorgers, die sponsors van Benny. Zijn snelle Suzuki, deze staat aan de start kan brengen en ook hebben we zien aan de finish kan brengen, want met die 5-1 van daar straks, jongen, nog dat vast in kan zijn. 225 kilometer, gaat hij dat opnieuw doen? In alle rust. Kan je dat maken?
de Mike Bowers, die opnieuw aan de streep staat en op het lijf, zal hij kijken of dat wagen nog scherper kan gaan staan. En de grootste teken van het Gratieplan uit de Meelandbrug, die gaat zeker mee naar Engeland. Heel correct ook, meteen nadat hij start, voelt hij dat het niet helemaal 100% is. Stopt, rent en komt onmiddellijk terug. En zijn machine, de stukken van EC Engineering, John Clift Engineering, John Clift is een beroemde man in de transport. Als we vrijden willen, misschien wel 30 jaar lang. Iemand vooraan staan geweest. Die leven nog niet vaak de grote zeker aan gaat in toetsen. Naar de Nipak overheidsactie die gaat in de Holland. Naar het support van Suzuki Jalapmobiel. Dan de Rolandskeer. Naar het groene licht.
management. Op de snelste moment van de productie was het. De man die waarschijnlijk met de grootste link van de hoofdstadgarage in Tokens naar huis zal gaan. Dick Visser. Ja, Dick, die heeft die hoofdstadgarage maar nodig. Om het voor een snelste rondje te kunnen zorgen. De zeugd. Met een oude en een blauwe kerst in het plaatje erop. Na de dag weer. Het wordt toch weer een Joyce, want een Joyce 4. Elke komt er auto, staat daar gereden, die gaat proberen. Op, deze kant, en de deur, de reden de stad terug, de onderzijde van de legio, om die tijd toch even te gaan bewegen. Moet erin zitten, mevrouw? Mevrouw, komt er een kleine zet in dit en niet een dikke zet zoals de 6,7 heet. Auto van komen. En auto met zijn dik shiftblok, waar is ze vast helpen? En ook die niet alles kwijt kan onder het motorkapje van die kleine Fiat Topolino. Maar dan heb ik naast al. En het wordt met 6,5 schoppen denk ik. Ja, 6,5. Prachtig, een oud van zeg je ook. Een oud van oude dames en heren, is dat toch niet waar? Jongen nog even met handen op de tafel. Deur voor prachtig de rookwolken. Denk dat we de raam even open, want hij houdt ook nog een beetje lucht natuurlijk. We moeten ook voldoende zuurstof weer krijgen. Dat ik volledig geconcentreerd over zo'n dunne 6 seconden, of wordt het straks een dikke 5 seconden, wie zal het zeggen, wil je dan naar het einde gaan hier van de 8e mijl in de Wingeloop. Een van de laatste ritten van de dag, denk ik zo. Dan is er een Engels aan het staan, of die klaar staat er nog. Het draait op zijn einde, en Legio, de man die bij met 6,03 en 194 km/u in de morgenrit aangegaan, die heeft nu door. Dat is werkelijk te gek wat de mannen daaruit halen met een compressor, met dubbele carburateur en met wat andere spullen, wat iets meer zijn allemaal. Dat is ongelooflijk natuurlijk. Twee dikke dominante carburateur en dan die lachgas injectie. Misschien een beetje 7,2 liter, dat verdeelde op 8 cilinder is bijna 1000 cc per cilinder. Dat is toch wel erg veel, wij vinden er 500 cc motorfiets op een heel erg grote 1 cilinder. En Lexo met zijn Dutch Street, de Gillen Camaro. Dames en heren. Hoort u wat gauw zo klinken voor zo'n geweldige burn-out van Loretto Engels? Fantastisch toch? Wat is dat mooi? Wat zal de lekkere vriend van de Kevin Bedrijf Mobi Dink nog heerlijk naar de rubbers maken? Of wordt het naar de fans hoor? Garage van de Broek uit Aalsmeer, die kan er ook trots op zijn natuurlijk. En de man met startnummer op S26. De Modified Car met nummer 26, Loretto Engels, met zijn mooie transformation. Krijgt er even wat traction compound bij de achterbanden. De Supreme Quality Penzone die smeert naar binnen in dit inwendig is van die dikke 8 cilinder. Zodat Loretto direct keihard van het leven kan gaan en ongetwijfeld is die 8,2 van het zal gaan verpulveren. Proberen uit te komen op een 7 seconden. Zit er dat in? Is dat mogelijk? Hele brede aangespannen wordt. Het werkt aan die dikke sloppen die daar zitten. Nog even, ik vraag je naar de tapsen daarachter op staan en om ook voor het gebruik op de normale openbare weg. Ja, daar gaat het. Zeker, even naar de tijd. De auto was fantastisch mooi, maar de tijd wordt een actie. Felicaar geeft de BMW nog geen werk aan de sporen. Geeft een extra vignetje. En Tony Klaas, de man die bij de auto klasse 4 keer aangereden met 7-3, 7-2, 7-6 en 7-4.
Zijn auto is terug te zijn, terug te zijn, terug te zijn. Van deze ongelooflijk snelle tijden waren we de fiets in 5,0 seconden en 229 km naar het einde daarom zitten. Ongelooflijk snelle tijden hier op de mooie brede zon over de grote baan in de winkel. Bedankt voor uw komst. Voorzichtig naar huis. Loop u even door het grenskwartier. Kijk nog eens even naar al dat mooie.